Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta op dit moment bij Chilam in de stal. En voordat ik de video ga beginnen, check hoe lekker ze in de stro staat. Vandaag zijn de stallen uitgemest en dus ook opgestrooid. En ze staat er echt super lekker bij. En Ariane trouwens ook. Ariane staat hier zo. Arie! Arie heeft geen... Oh ja! Hey, Arie! Ze zijn lekker aan het eten. En misschien dat alles opgevallen, maar ik ben weer op een andere stal. Mijn trainingsperiode bij Anouk is namelijk voorbij. En deze video is een kleine update video in combinatie met gewoon een vlog. Want ik vond het leuk om weer een keertje te vloggen. Maar daarnaast heb ik ook jullie heel veel te vertellen. Dus dat ga ik in deze video doen. Voordat ik met de update ga beginnen, zal ik even vertellen hoe deze morgen is gegaan. Want die is ook iets anders gegaan dan gepland. Ik wil naar stal gaan om ze gewoon alle twee lekker te rijden. Want ik heb over iets meer dan een week weer een wedstrijd. Dus ik wilde ze lekker weer gaan oppakken. Waarom ik ze weer ga oppakken, vertel ik later. Maar toen was de veearts release en heeft G-Lime een enting kunnen krijgen. Die ze vorige week niet heeft kunnen krijgen omdat ze niet helemaal fit was. Het bleek uiteindelijk niks ernstigs, laat ik het zo zeggen. Maar we wilden niet een enting geven terwijl ze niet fit was. Want dan kan het best wel heftig uitpakken. Dan kunnen ze nog zieker worden. En toevallig was de veearts er toen ik aankwam. Dus toen heb ik gelijk even een sprintje getrokken naar de veearts. En dan heeft ze gelijk een enting kunnen krijgen. Dus G-Lime hoeft sowieso vandaag niet gereden te worden. Want ja, die heeft die enting gehad en dan mogen ze zich niet inspannen. Ariane ga ik wel rijden. En dan zal ik nu even kort een beetje uitleggen hoe het is gelopen de laatste tijd. En waarom er minder vlogs online zijn gekomen. Wat eigenlijk het belangrijkste is om te weten is dat ik een tijdje ziek ben geweest. Niks ernstigs, maar gewoon echt een paar weken niet lekker. Dus ik heb ook 2 weken niet gereden. Een paar zijn natuurlijk wel gewoon verzorgd gedaan. Hebben bewogen, gelogeerd, noem maar op. Maar ik heb dus 2 weken niet gereden. En ik ben nu weer een goede week aan het rijden. Maar ik merk dat ik nog steeds moet opbouwen. Omdat ik dus echt helemaal knock-out heb gelegen 2 weken. Dus vorige week maandag ben ik begonnen met rijden. En nu ben ik dus nog steeds een beetje aan het opbouwen zelf. En de paardjes, ja, die kan natuurlijk ook niet verwachten na 2 weken niet te hebben gereden. Dat ze gelijk perfect lopen. Dus ze zijn gewoon rustig aan het opbouwen. En ga ik weer een keer springen en toewerken naar de wedstrijd. Maar allemaal geen haast. Maar in ieder geval, ik voel me dus niet super fit. Dus misschien dat je dat een beetje merkt aan de vlog. Ik ga proberen natuurlijk gewoon zo leuk mogelijk te doen. En het gaat ook eigenlijk gewoon goed. Maar het kan zijn dat ik na een paar uurtjes dus een beetje inkak. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Mijn trainingsperiode bij Anouk is dus voorbij. Dus ik ben nu weer op een stal rondom Rotterdam. Niet in Rotterdam zelf, maar in een stal redelijk dichtbij. En ik kan nu wel een keer een staltuur hier ook gaan doen, dat jullie een beetje weten hoe het eruit ziet. Maar dat gaat sowieso niet vandaag gebeuren. Vandaag ga ik gewoon lekker vloggen en ga ik jullie meenemen wat ik vandaag ga doen. Ik heb G-Lime net wel even aan de hand gestapt. En dat ga ik nog een aantal keer doen, want die mag zich natuurlijk niet inspannen vandaag. Dus ja, die ga ik gewoon een aantal keer stappen. Ariane ga ik eventjes rijden. Dus ik ga zo meteen mijn spullen pakken en dan ga ik met Ariane beginnen. En ik hoop dat ik een aantal dingetjes van Ariane kan filmen, maar dat weet ik dus nog niet zeker. Ik moet even kijken hoe druk het is ook binnen. En ik ben alleen, dus even kijken of ik mijn camera neer kan zetten. Ik moet alles nog een beetje uitvinden op deze nieuwe stal. Maar ja, dat is de planning. Ik ga nu even spullen pakken voor Ari en dan ga ik beginnen.
ik ben net klaar met rijden en ik ben nu aan het stappen met Ariane in de bak. En Ariane heeft me daar een kusje gegeven. Heel fijn, Ari. Maar het ging op zich wel goed. Ik heb niks kunnen filmen omdat we begonnen eigenlijk met iemand anders nog in de bak. En toen wilde ik sowieso niet gelijk de camera neerzetten. Want ja, ik weet toch niet of zij dat leuk vindt. En ja, dat is allemaal een beetje lastig. En toen was ze weg, dacht ik zoiets van, ja, weet je, ik ben nu bijna klaar met rijden. Ik kan nu wel de camera nog pakken, maar ja, had niet echt heel veel zin. Maar het ging weer zo goed. Ik was begonnen met wat... Ik was begonnen met wat zijgangen, een beetje wijken. Niet per se een heel stuk, maar gewoon een paar stapjes naar links, een paar stapjes naar rechts. Zodat ze goed aan de hulp werd. En dat ze een beetje los kwam in haar rug. Door de zijgangen en een beetje de achterhand meer onder de massa kan zetten. En dat deed ze eigenlijk best wel goed. En Ariane ziet iets. Of hoort iets, ik weet niet wat. Maar uiteindelijk daarna gingen we gewoon natuurlijk draven, galopperen. En in galop heb ik vooral veel tempowisselingen gedaan. Omdat ik ze niet heel scherp aan mijn been vond. Ze was eigenlijk de hele week heel goed aan mijn been. Echt heel, heel, heel erg goed. Want ik rijd nu sinds kort met nieuwe sportjes, tenminste. Voor mij is dat best lang, maar ik heb dat nog niet aan jullie laten zien. Ik rijd nu namelijk met echt de kortste van de kortste. Want als je dan op concours gaat, dan kan je een wat scherper sportje om. Dan is het verschil wat groter. Dus wat ik eigenlijk bij Anouk heb geleerd, is om het thuis zo moeilijk mogelijk te maken voor jezelf. Natuurlijk een beetje grenzen, maar gewoon normaal beetje kleine sportjes. En geen martingaal oornetje, tenzij je natuurlijk echt nodig hebt. Ik heb met Ariane wel periodes gehad dat ze zo wild werd op geluid dat ik wel met een oornetje moest rijden. Maar dat soort dingen hebben we langzaam afgebouwd. Dus ik rijd nu gewoon met een normaal bitje en kleine sportjes thuis. En dan met een ander bit een andere spoor op concours. Maar dat zien jullie wel bij een wedstrijd volgende keer. Maar in ieder geval, ze was dus vorige week super goed aan mijn been, ondanks dus die kleine sportjes. Maar vandaag eventjes iets minder. Misschien dat ze wat stijver was door de rustdagje of dat ze weer een beetje in moest komen. Maar in ieder geval, maakt niet uit. We hebben dus wat overgangetjes gedaan om dat weer wat te verbeteren. En dat deed ze eigenlijk super goed. En het is best wel lekker weer vandaag, dus ik kon met een t-shirtje rijden. Maar na het rijden was het wel een beetje fris, dus ik heb weer mijn vestje aangedaan. Maar ik ga nog even aan de hand een beetje stappen. Oh, Ari, wat doe je? En dan ga ik er afzadelen. En dan ga ik Chilem nog een keertje stappen. En misschien Ariane ook. En dan ga ik even kijken of ze misschien wat naar buiten kunnen. Even kijken of ze nog bezig zijn met sportpaarden en manegepaarden hier. Want die gaan altijd in de ochtend. En dan in de middag in principe zijn de paddocks vrij en de molen. Maar ik ben nu een beetje in ochtend omdat ik in de middag een afspraak heb. Normaal ben ik hier in de middag. Dus kan ik altijd direct daar gebruik van maken, zeg maar. Maar nu dus niet. Maar binnenkort kunnen ze weer op de wei. Dus dan heb ik gewoon mijn eigen weidje, kunnen ze de hele dag lekker naar buiten. Natuurlijk wel eerst een beetje opbouwen, maar nadat dat is opgebouwd kunnen ze dus gewoon zo lang naar buiten als ze willen. Dus dat is echt super fijn. En er was nog iets super leuks, wat ik bijna vergeten was te vertellen. Wanneer was het? Het was een paar dagen geleden. Toen was hier een meisje voor een crossles en mensen van buitenaf kunnen hier gewoon komen om crosslessen te volgen. Ik zal nog wel een keer de hele accommodatie laten zien, maar dan zou je ook zien dat ik een, of ik, dat we een heel crossveld hier hebben. Dus soms komen er mensen van buitenaf voor een les. En er was ook een meisje bij en die sprak me aan van, hey, Demi toch? En ik zei van, ja, dat ben ik. Maar in ieder geval bleek dus een kijker te zijn. En ze was echt super enthousiast en we hebben echt een heel erg leuk gesprek gehad. En ja, dat was echt gewoon heel erg leuk dat ze mij aan heeft gesproken en dat ik dan jullie ook een beetje kan leren kennen. Dus als je me nou ziet, je mag me echt altijd aanspreken. Ik kreeg ook van diezelfde dag kreeg ik een berichtje van een meisje van, ja, heb je me gezien? Ik had een vospony en ik heb je zien rijden. En dat is gewoon echt super leuk, weet je. En als je me wil aanspreken, kan het gewoon altijd. En ja, weet je, dan hebben we misschien gewoon wel een gesprekje of wat dan ook. Of ja, ik vind het ook gewoon super leuk om jullie te leren kennen. Dus dat wilde ik nog even vertellen. Ik vond het echt heel leuk om met haar te praten en ja, dat vond ik gewoon echt heel leuk. En dan ben ik gewoon heel dankbaar dat jullie allemaal mijn vlogs kijken. En dat jullie het leuk vinden natuurlijk. Dus ja, dit was mijn hele preek weer. Ik ga even Ari op stal zetten. En dan ga ik weer met jullie opstappen.
Chillem staat even in een molen. Maar Chillem eet de brokjes dus niet helemaal op. Ik moet zeggen, ze eten wel steeds meer. Maar ik neem dus steeds wat muesli mee van huis. En probeer ik een beetje doorheen te mengen dat ze dus dat leert te eten. Want ze vinden het gewoon niet lekker omdat er minder suiker zit. Dus een hele gezonde brok. En een sportbrok wat ze hier krijgen. Maar er zit dus minder suiker in. Dat vindt ze gewoon niet lekker. Dus kijk, ik heb gewoon een beetje muesli erbij gedaan. En dan hoop ik dat ze steeds meer gaat eten. Maar in het begin lag er echt hele bergen voer gewoon in de bak. Ze had echt niks. Maar nu is het dus nog maar een klein beetje. Ja, Arie. Arie weet dat ze er brokjes krijgt. Voor muesli. Arie geef ik ook altijd een beetje muesli. Dus daar ga ik snel geven. Want dan staat ze er ook zo naar te kijken. Voor Arie is het meer een soort beloning. Ja, voor Chila moet ze dus echt even krijgen. Omdat ze dus anders de brokjes niet eet. Maar het gaat dus echt wel veel beter. Dus daar ben ik blij mee. Chila ga ik zo meteen uit de molen laden. Er was nog maar één plekje. Dus ik dacht, nou, Arie heeft best wel veel al gestapt. En veel al gedaan en gereden. Dus ik zet Chila nog eventjes in de molen. Heb ik en aan de hand gestapt een aantal keer. En heeft ze ook nog even in de molen gestaan. Dan heeft ze iets meer afwisseling. En dan ga ik er zo meteen haar binnen halen. En dan ga ik zo naar huis. Want ik moet zo meteen weer naar mijn afspraak. Dus ik kan niet veel langer blijven. En ja, laat ik dit even gaan opruimen. Dit neem ik weer mee naar huis. Kan ik weer morgen meenemen. En dan ga ik Chillem binnenhalen. En dan is deze paardendag bijna voorbij. Zoals jullie kunnen zien staat Chillem weer op stap. En ze eet nu lekker de muesli. Hopelijk dat ze ook een paar van de brokjes mee eet. Maar ze is in ieder geval lekker de muesli aan het eten. Ik ga de laatste spulletjes opruimen en dan ga ik naar huis. Ja, dan was dit de video. Ik hoop dat je het leuk vond om weer een keer een vlog van mij te kijken. En dat het allemaal een beetje duidelijk is wat er allemaal is gebeurd. En ja, jullie kunnen zeker weer volop vlogs en andere video's verwachten de komende tijd. Want ik heb super veel zin om weer volop met YouTube aan de slag te gaan. En natuurlijk met mijn paardjes. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Doei doei!